naast Wesley Snijder een andere Wesley heel erg bekend geworden. Dankzij dat huwelijk van Wesley in Engeland. En dat is Wesley van Bronkhorst. Wesley Bronkhorst stond ervan. Dus ook geen familie van. Die heeft het liedje Wij gezongen op het huwelijk. Klinkt wel mooi. Wij. En dat is Wij met een Y. De W staat voor Wesley en de Y staat voor Jolant. Naar zichzelf vernoemd. Ja. Is dit Wesley? Ja, goedemorgen. Wesley, goedemorgen. Je spreekt met Tim Klein van Radio 538. Hey, goedemorgen. Hey, wat een fantastische set van jou om op dat huwelijk te gaan zingen. Want iedereen, ja, heeft, het over, iedereen heeft het over zanger Wesley. Ja, Wesley Bronkhorst. Ja, precies. Nou, fantastisch, ja. Het heeft ongelooflijk leuk uitgepakt. En het was te gek. Het huwelijk überhaupt, het feest was fantastisch. Maar dit was echt de klapper van de avond met al die danseressen erbij. En het moment dat Wes en Jo de openingsdans begonnen. Je mag Wes en Jo zeggen? Sorry? Jij mag Wes en Jo zeggen tegen het Duitspaar? Nou ja, zo noem ik ze maar eventjes. Ja, natuurlijk. We weten over wie het gaat. Maar jij kent ze ook goed, of dat niet? Jawel hoor, ja. Wesley ken ik redelijk goed. Jolant trouwens ook. Verschillende keren dat ik voor ze heb opgetreden hier in Nederland. Ja, als ze wat te vieren hebben, dan ben ik erbij. En nu kwam het verzoek, joh, zou jij voor de openingsdans een nummer willen maken dat over ons gaat? Nou, ze waren helemaal gek van een liedje van mijn repertoire, het nummer Wij. Ja. En dat was eerst, waren de coupletten anders als dat ze nu zijn. Ik heb dat aangepast en ik heb op verzoek van Jolante het liedje Salsa uitgevoerd. Zodat hun de openingsdans salsa konden doen. En dat was echt te gek. Oké, heb jij een paar zinnen uit dat nummer? Waar blijkt dat het echt over Wesley en Jolante gaat? Het begon bij de eerste zoen. Ik voelde me gelijk al kampioen. Dat is liefde tussen ons. Hey, nu sta je hier dan voor me, mooie vrouw. Ik ga nu op mijn knieën alleen voor jou. Ja, dit is ons moment. Ja, wij zijn toch echt geboren voor elkaar. Nou, je vraagt me wel wat morgens om. Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Diep respect. Ik heb mensen gehoord die minder bestemd waren in de ochtend. Maar die waren ook geen zanger. Hé, maar Wesley, de plaat die gaat nu uitkomen op single. Ja, klopt, ja. Ik heb besloten om het liedje uit te brengen, want ja, iedereen reageerde zo enthousiast. En de gasten op het feest kwamen naar me toe en wat een gek nummer. En dus eigenlijk is het ontstaan uit het enthousiasme van het liedje. En we hebben het nu, we hebben het natuurlijk gas gegeven met het downloadable maken via internet. Uh-huh. En te gek dat jullie natuurlijk als radiostation mij hiervoor bellen. Dat is natuurlijk ook maar wat vindt de bruidspaar ja, van? Nou, dat is wel speciaal voor hun. Nou, ik heb het uiteraard vooraf besproken met het bruidspaar. En ja, die vonden het alleen maar hartstikke leuk, het nummer. En ze wouden niet dat er voor die tijd iets bekend over werd. Maar na die tijd had Wesley gezegd, ja joh, doe ermee wat je wil. En ik gun je alleen maar het allerbeste. En ik hoop voor je dat het een hit gaat worden. Ja, nou, we hopen dat ook voor je. Laten we die platen even draaien. Laten we gaan luisteren naar dat maakt me helemaal te gek. Het natuurlijk. Nummer Wij, waarbij dus nogmaals de lange I vervangen is door de Y. En die staat dan voor Jolante en de W voor Wesley. Ja, klopt. Ja, nou, helemaal. Leuk gevonden. We gaan naar luisteren. Wesley Bronkhorst, ik wens jou ontzettend veel succes met de single. En hij is op jouw website te downloaden. Ja, www.wesleybronkhorst.nl. En super bedankt voor het interview, mannen. Ja, heel graag gedaan. We gaan even luisteren naar de plaat. Ja. Is er... Dat is duidelijk een salsa tintje zit eraan, hoor. Hey Wesley, fijne dag. Dankjewel, Philip. Nou, een stevige openingsdans geweest. Hey, wat ben je mooi, ik kijk alleen naar jou. Je bent voor mij de ideale vrouw. Waar ik zoveel van hou. Dat ik jou zag, wist ik meteen.
Deze podcast wordt je aangeboden door de